Ja, het is vandaag woensdag 19 juni 2013. Het is vandaag hier in Colijnsplaat een open dag op de proefboerderij De Rusthoeve in samenwerking ook met de CZKB. Het zou vandaag de warmste dag van het jaar kunnen worden. En velen hebben zich daarop voorbereid en zijn over alle vroegte hier naar Colijnsplaat gekomen. En dat is ook al heel duidelijk te zien, want de parkeerplaats die stond om 9 uur eigenlijk al nagenoeg vol. Maar wat is vol? Er is hier ruimte genoeg om de parkeerplaats uit te breiden met vele meer auto's. De vraag is alleen, komen er nog onweersbuien en hoe zal zich dat in de loop van de dag ontwikkelen? Een van de meest aantrekkelijke dingen op deze open dagen, dat zijn de veldbezoeken, de gewasinspecties en te horen hoe nieuwe rassen zich hebben ontwikkeld en wat de verwachtingen zijn ten aanzien van onkruidbestrijding, ziektebestrijding, opbrengstverwachtingen enzovoort enzovoort. En dan gaat men met z'n allen keurig op een platte wagen en wordt men comfortabel langs de gewassen gereden en krijgen ze uitleg van de teeltdeskundigen die iedereen bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Kijk, men luistert hier aandachtig naar de uitleg over de nieuwe rassen. En dan is dit weer uitgelegd en besproken en gaat de karavaan weer een stukje verder naar een volgend nieuw ras. Waarbij dus uitleg wordt gegeven hoe het allemaal bijstaat. Je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat er nog niks is geoogst. Dat alles wat hier staat, dat is nog, staat nog maar net in de aar. Mooie opbrengsten van gebieden hebben met ook een passende kwaliteit. Zoals gezegd, alle rassen in principe hebben de gewenste kwaliteit, anders komen ze er niet in. Dat moet altijd in de praktijk nog wel bewezen worden. De intro zou daar heel goed in kunnen passen. Kenmerkend ook weer, net als bij Julius, een hele grote, ruim geschakelde aard. Mooie tarm om te zien. Dat is de smaak van de teler, maar dit is echt een heel volwassen type. Pirobino, ook een nieuwkomer, die ligt er ook echt in omwille van een stukje kwaliteit. Dat is ook een eiwijs, dat is vroeg. Zo, ze gaan weer verkassen, maar ze moeten hier nog wel een eind naar achter. En al degenen die er nog achter de wagen aanliepen, wordt het nu verzocht om plaats te nemen op de wagen. Om verlopen te voorkomen. Deels, hè? Bestaande rassen, IJsduin, Julius, en in principe liggen al deze rassen wel even te voorkomen. Dat doet wel draaien. Elke kerk is hier ook een wachtrijver. Die heeft zijn markt in principe gehad en die gaat nu gewoon het volgende najaar opgevangen. Zo, naar het volgende ras. Ja. Het een en het ander bekijken, u hoeft het niet gewoon eigenlijk beide kanten te zien, want ik kan gewoon zelf voorkijken. Aan beide kanten liggen de hoogste ras, de diverse ras van de knaas van ziekte en gevoeligheid. U kunt er mogelijk geweest bekende namen tegenkomen, maar ik was hier zo onder andere een Goedemorgen, ik spreek met Vincent Koolbergen van Limagman LG. En uw functie is? Ik ben productmanager voor de akkerbouwgewassen. Juist, en we staan nu bij de proefvelden voor de tarwe. Klopt. De wintertarwe is over het algemeen, denk ik, hè? Ja, dit is hier wintertarwe op deze locatie. Ja, ja, en wat natuurlijk al die mensen die hier vandaag komen interesseert is, wat zit er in feite in de pijplijn voor nieuwe rassen waar de akkerbouwer interesse voor zou kunnen tonen? Ja,
Nou, waar we hier naar kijken op deze locatie is een combinatie van kwaliteit, dus baktarwe of maaltarwe, met een goede opbrengst, want het moet altijd beter zijn als het bestaande. Mm-hmm. En daarnaast ligt er een hele grote focus op fusariumresistentie en dan in het bijzonder aardfusarium. Omdat we natuurlijk weten dat fusarium bij een hoge infectiedruk tijdens de bloei zowel heel veel opbrengst als ook kwaliteitsderving kan geven. Dus dat is een van de speerpunten waarop de rassen hier geselecteerd zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dat alles mag niet ten koste gaan van de opbrengst. Nee. Dat is eigenlijk waar wij als veredelaar ook voor staan, mm-hmm. om die mix te vinden. Ja. En wat zijn, het is op het ogenblik misschien nog moeilijk te zeggen, want alles staat hier nu nog in de aar. Maar wat zijn de meest in het oog springende rassen waarvan jullie denken dat wordt volgend jaar toch wel een aandachttrekker? Ja, nou, een van de interessante rassen die ligt ook hier op de demo, dat is Cometus. Cometus is zo'n ras met een hele goede fusariumresistentie, mm-hmm. en ook toch een goede opbrengst. Dus we zien daar de combinatie fusarium en behoud van opbrengst. En het is een baktarwe. Dus daar hebben we al die ingrediënten in huis. Ja. Daarnaast zijn we ook gestart met andere rassen, bijvoorbeeld een Julius. Die loopt al in de markt, een van de grote rassen hier in het Zuidwesten. Waar we ook van denken dat die nog verder kan groeien. En we kijken naar een nieuw ras, dat heet Amalia. En Amalia is echt de topper in opbrengst. Dus dat is echt een ras waar we zowel in de behandelde als de onbehandelde proeven met fungicide top opbrengst zien. Ja, ja. En die rassen die zijn waarschijnlijk volgend jaar beschikbaar voor de uitzaai? Ja, ja, het is altijd zo met... Of nou, volgend jaar, laten we zeggen eind dit jaar dan, hè, voor de wintertarwes. Ja, nou, het is altijd zo met nieuwe rassen, dat is het zaad is beperkt beschikbaar, want ja. Je bent dat nog aan het opbouwen. Mm-hmm. Maar daar wordt van die nieuwe rassen, komt er zaaizaad beschikbaar, in beperkte mate. En jullie zijn als Lima Grand tevreden over de resultaten van zeg maar, de proefvelden, van alles wat je hebt geprobeerd en uitgeprobeerd? Is er veel van, ja, want er gaat natuurlijk ook veel wat niks wordt. Ja, ja. Nou, dat is ook de opdracht van een proefveld om ja. Het beste eruit te halen. Ja. Dus het is, hier liggen een hele serie rassen en daar zullen er ook een aantal sneuvelen. Mm-hmm. En dat hoort er ook bij, je moet goed testen. En soms denken we dat het heel veel potentie heeft en dan zien we toch ergens ja, een knikje in de kabel en dan valt hij eruit. Ja. Maar we hebben voor de rassen die ik net noem, Cometus en Julius en Amalia, dat zijn nieuwe rassen. Met genoeg praktijkervaring, daar staan we gewoon achter. Ja. Ja. En niet alleen wij, maar ook onze klanten. Want ja, ik was hier vanmorgen, ik zag al een grote belangstelling, een wagen vol met ja, mensen die toch alles vanaf willen weten. Ja. Dit is een belangrijke dag ook voor jullie, hè? Zo'n proefvelddag, zo'n open dag. Ja, het is een belangrijke dag, omdat het voor het Zuidwesten een van de dagen is dat heel veel akkerbouwers echt komen om zich bij te laten praten over nieuwe dingen, over ontwikkelingen. En ja, daar wil je natuurlijk als Lima Grand bij zijn. Ja. Daar moet je bij zijn. En hebben jullie dit jaar nog meer open dagen elders in het land? Ja, ja, we staan eigenlijk altijd, de open dag Rusthoeve is altijd of de eerste of een van de eerste. Dus we zijn nu met vandaag eigenlijk begonnen aan een hele serie demodagen door het hele land. Van Zuid-Vlaanderen tot Noordoost Groningen. Tot Noord-Holland en Zuidoost-Limburg. Dat is echt een soort demo-rally waar jullie nu aan beginnen. Dat vindt allemaal plaats in ongeveer 4 weken. Ja. Waarbij ik samen met mijn collega's overal probeer het verhaal neer te zetten over de ontwikkelingen die we hebben. Want wat, ja, men praat altijd over opbrengsten van tarwe van zoveel ton per hectare. Wat is nou een realistische gedachte? Laten we zeggen, wat verwachten jullie dit jaar? Kijk, het is altijd lastig om vooruit te kijken in die glazen bol. Hè. Ik denk dat als je nu kijkt naar het weer, de vroegste rassen komen in de bloei. De potentie voor een goede gemiddelde opbrengst, die is er denk ik nog steeds. Behalve de percelen waar natuurlijk problemen zijn geweest met waterplekken uit de winter. Maar zoals ik net zeg, de bloei staat eraan te komen en hebben we goed weer in de bloei. Zon, droog. Dan denk ik dat we in ieder geval naar een meerjarig gemiddelde, daar moeten we gewoon aan kunnen komen. Wordt het nat en langdurig gevaarlijk voor infectie van fusarium, ja, dan zullen we daar zeker resultaten van zien en dat zal opbrengst kosten. Ja. Dus ik kan het antwoord vandaag nog niet geven. Nee, het gaat een van die twee kanten uitvallen. Ja. De potentie die er nu staat,
is in mijn beleving wel een meerjarig gemiddelde, dat moeten we aan kunnen komen. Als je nou zo altijd met die tarwerassen bezig bent, hè, dan denk je wel eens aan de meest optimale omstandigheden. Wat zou dan onder de meest optimale omstandigheden hier in het Zuidwesten mogelijk zijn aan een topopbrengst per hectare? Durft u daar wat over te zeggen? Ja, ik durf daar wel iets over te zeggen. Ik denk dat begint onder goede omstandigheden, dus goed weer, goede grondbewerking, alles goed. Half oktober zaaien. Een normale winter, mag best wat vriezen, maar ook weer niet te lang, niet te veel sneeuw, maar een normale winter. En dan gaan we het voorjaar in, dan willen we toch wat temperatuur zien. Op tijd regen, het hoeft niet heel nat te zijn, maar te droog is in het voorjaar niet goed, want dan gaat de plant op een gegeven moment toch de aanleg maken voor de aren. En dan gaan we al heel snel richting aarvorming, en waar we nu zijn richting de bloei. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we dan niet te veel regen hebben. Dat is voorwaarde. En dan heb je een goede opbrengst en ook een goede kwaliteit. Maar nou de tonnen. En dan de tonnen. Wat denk je? Ja, en dan wat wordt het dan? Wat zou het maximaal kunnen worden? Nee. Nou kijk, als je praat over een maximum, er zijn altijd resultaten. En we hebben tegenwoordig mooie technieken, combines met GPS-bepaling. Ja. En dan zijn er plekken in het perceel waar een boer 15 ton tarwe dorst. Ja, ja. Dat weten we, dat is niet nieuw. Nee. Maar in datzelfde perceel zit een plek waar die er 7 of 8 dorst. Ja. En ik denk dat daar de winst vandaan moet komen. Kijk, in de veredeling maken we hele kleine stapjes in procenten per jaar, mm-hmm. over meerdere jaren. En als we het geheel naar boven kunnen halen, dan daar moet op de korte termijn de plus uit. Ja, dan zijn het andere factoren dan alleen de rassen. Ja, ik denk dat het een combinatie is van alles. Absoluut. Nou, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Alle rassen. Goeiedag, ik spreek met Gerard Sijpkens. Van welk bedrijf ben jij? Van Yara Benelux. Van Yara Benelux. En Gerard, jullie tonen hier een sensor waarmee je de bemesting per perceel kan regelen. Leg het eens uit, wat is dat precies? Klopt, het is zoals je ziet, het is een gewassensor. Een groot apparaat wat links en rechts van de trekker de reflectie meet van het gewas. Ja. Het kan eigenlijk de stikstofopname heel goed bepalen in het gewas. Dus hij weet precies hoeveel stikstof door de plant is opgenomen op dat stuk waar hij rijdt en ziet. Want die bekijkt als het ware het gewas waardoor je rijdt. Klopt, ja. En ja. Geldt dat voor alle gewassen? Dat geldt voor alle gewassen. In eerste instantie voor de graan is die uitontwikkeld. Daarom staan we hier ook in de graanpercelen. Uh-huh. En hij kan dus in de rijrichting ook direct wat hij ziet omzetten in een kunstmestgif. Dus daar waar de plant meer stikstof nodig heeft, zal hij wat meer geven. Daar waar de plant al voldoende groen en dik is, zal hij iets minder geven. Dus. Want beoordeelt hij dat eigenlijk? Op kleur, laten we dat zo zeggen, het gewas. Hij beoordeelt houdt rekening met de kleur van het gewas, maar hij houdt ook rekening met het aantal planten dat er staat. Ja, ja. Dus en dat gooit hij eigenlijk samen en daaruit berekent hij de stikstofopname. Dus dat is eigenlijk heel ingenieus, dat kan, hè? Dat is een soort magisch oog. Dat kunt u zo zeggen, ja. Dat het gewas in de gaten houdt. Ja. En het is, ik begrijp dat het al vrij lang op de markt is, al tenminste vrij lang, hoeveel jaar? Het is sinds 10 jaar op de markt. Uh-huh. Deze is wat later ontwikkeld. We hebben een exemplaar heeft lichtondersteuning, dus die kan 's nachts gebruikt worden. Ook? En er is een, ja. Want, het is wel al langer op de markt, maar ik neem aan dat de software die erin zit ook geregeld wordt, geüpdate zoals ze dat noemen. Die wordt doorontwikkeld en we zijn nu ook aan het kijken of we voor meerdere gewassen ook nieuwe software kunnen ontwikkelen, nieuwe eiklijnen zoals ze dat noemden. En zodat je hem ook voor het bedrijfsbreed kan inzetten. Dus dat is het idee. Want zo'n apparaat, dat moet eigenlijk, dat je zou kunnen zeggen, is ontwikkeld om optimaal stikstofgift aan een gewas te kunnen bestrijden. Ja, dat klopt. En dat is het ene. En daar kan ik nog vertellen, daar komt nog bij. Hij kan ook gekoppeld worden aan de spuit. Dat betekent dat we ook een groeiregulatiemiddel om de plant te verzorgen, ook variabel kunnen uitbrengen. Dus ook daarin kunnen dosis kunnen aanpassen. Oh ja. En ook in de avond. Dus hij is voor meerdere doeleinden inzetbaar. Correct, ja. Maar ik begrijp ook dat het niet zo goedkoop is. Het is niet voor iedere boer iets dat je zegt dat... Er zit inmiddels ook subsidie op via Familia-regeling, zoals het zo mooi heet. Ja. En daar wordt het een stuk interessanter door. Ja. Ja. Want het is een kunstmestfabrikant dat wat
Dat is Yara toch eigenlijk, hè? Correct, ja. Die heeft toch wel wat begaan ook met het feit dat er niet zomaar lukraak gestrooid wordt. Het is ook, je zou kunnen zeggen, een milieubesparende... Resultaten uit de praktijk laten zien dat gemiddeld 10% kan bespaard worden. Ja. En daarnaast gewoon een optimale stikstofgift gegeven kan worden. Dus ja, en dan ook automatisch, laten we zeggen, een betere opbrengst, hè? Want ja, dat zit er dan aan vast. Dat is er ook aan gerelateerd, ja. Klopt. Ja. Zijn er al veel in Nederland die laten we zeggen, loonwerkers of grotere boeren die het gebruiken? Er zijn al telers in Nederland die hem gebruiken, dus langzaam begint het interessant te worden en er zijn een aantal in bedrijf. Ja. Want je staat hier nu op de open dag van de ploegboerderij De Rusthoeve, een uitgelezen plaats natuurlijk om hier in het tarwegewas aan de belangstelling te laten zien wat het allemaal kan. Ja, precies. Merk je dat er veel belangstelling voor is? We zijn pas gestart, maar de eerste rondleidingen waren interessant. Ja. Praktisch gezien hebben we ook in de bemestingsproeven die hier liggen, hebben we ook al scans gemaakt vanmorgen. Die nemen we ook mee in het verhaal. Ja. En daaruit blijkt ook, die bemestingsproeven zitten een kleine trap in. De sensor haalt hij er ook uit. Dus dat is leuk. Ja, die kan dat. Dat hij dat al kan zien. Hij is nauwkeurig. Ja, dus dat kan ik ook laten zien naar de telers. Betrouwbaar. Ja. Jullie staan hier niet, denk ik, vandaag met de gedachte, nou gaan we een heleboel van deze apparatuur verkopen. Je zou het wel willen, denk ik. Het is prachtig natuurlijk. Ja. Dus, maar het is ook meer dat je zegt, nou dat is er mogelijk, dat kan. Dat is er mogelijk, dat willen we laten zien. Dat je gewoon duurzaam kan telen met het apparaat. Mm-hmm. En dat is het belangrijkste, denk ik. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor de uitleg. Hartelijk dank, geen dank. Ik heb het apparaat in werking zetten. Om althans even aanzetten. Die zendt eigenlijk stralen uit, laten we zeggen, voelings. Bepaalde frequenties zendt hij uit, ja. En daarmee beoordeelt hij het gewas. Klopt, de reflectie wordt opgevangen door het andere hoofd. Ja. Ja, het is toch een mooie vorm van high-tech in de akkerbouw. Dat een elektronisch oog in de gaten houdt of precies kan beoordelen wat een gewas nodig heeft. Ja. Goedendag, ik spreek met Marcel Aerts van KWS. Ja. En je bent hier vandaag ook op de open dag van de Rusthoeve. En Marcel, jullie hebben, ik zal me maar even beperken tot de suikerbieten. Ja. Wat zit er zo'n beetje in de pijplijn voor nieuwe, veelbelovende rassen? Nou, we hebben een heel productief pakket voor 2013 al nu in de markt. Dat zit momenteel dus in de grond. Behoorlijk wat. In Nederland zitten we met verschillende segmenten, zowel Rhizomanie, Rhizotonia als aaltjes. En wat hier in Nederland heel belangrijk is, is de doorbraak van Rhizomanie. Er is namelijk een nieuwe variant ontdekt van de Rhizomanie. Dat is de variant op het A-type. Want Rhizomanie is een virus en die variant ervan in het AYPR-type. Is ook door IRS onderzocht en bevestigd. En daarop hebben we nu een antwoord met een aanvullende resistentie. En die aanvullende resistentie die is prima in financiële opbrengst. Maar daardoor kunnen telers die problemen hebben met de authentieke Rhizomanie van toen en nu, de AYPR, gewoon bieten blijven telen. Ja, ja. En voor ons als kweekbedrijf is het inkweken van resistenties met behoud van financiële opbrengst ons absolute doel voor de Nederlandse markt. En dat is de nieuwste ontwikkeling die we nu hebben. Dus aanvullende Rhizomanie-resistentie plus BCA
die we al hadden. En juist het inkruisen van verschillende resistenties in één biet is een uitdaging voor ons als bedrijf. Maar voor de teler zal de financiële opbrengst behouden moeten blijven. Omdat resistentie, inkweken in een hybride, altijd opbrengst kost. En ons doel is dus om die opbrengst te stabiliseren en die resistentie daarin te zetten. Dan hebben wij een prima bietenteelt, ook van telers, die met die ziekte te maken hebben. Ja, ja, en is dat ras, is dat al in de praktijk? Ja, hier op het veld buiten staat Sandra KWS. Ja. Sandra KWS is een aanvullend resomelierresistent product. En dat hebben we nu sinds 2 jaar op de markt. En vorig jaar is hij behoorlijk gegroeid. En er blijkt toch dat de vraag is, of in ieder geval het vermoeden is, dat die doorbraak van resomelier plaatsgevonden heeft. En vandaar dat dat ras al behoorlijk 8% van de markt is daarmee al uitgezakt. En wij verwachten een stijgende lijn naar uiteindelijk 100% aanvullende resomelier over binnen nu en 10 jaar. Ja, ja. En ja. Dat ras wat dan nu al in de markt is, wat is de naam daarvan precies? Sandra KWS. Sandra KWS, ja. Ja. Alleen één punt erbij, Sandra KWS is aanvullend resomelier resistent, maar niet resistent tegen aaltjes die ook hier in dit gebied op klei veel zitten. Zowel de witte, maar in de mindere mate de gele bieten is de aal. Dus het is nu voor ons een uitdaging om een type als Sandra weer in te kruisen met een authentieke BCA-ras, zodat wij dus een ras hebben wat aanvullend resomelier resistent is, plus aaltjes. Waardoor we wel wat terugval hebben in financiële opbrengst, maar een zeer acceptabele terugval, want die teler is daarbij gebaat. Ja, ja, ja. En die kan dan weer met een gerust hart doorgaan met zijn bietenteelt. Ja, die kan gewoon door blijven telen. Ja. En die kan dus, want de ziektes die we hebben, die kunnen we wel wat beheersen, maar helemaal verdwijnen kunnen we ze niet. We kunnen de resomelier niet meer uitbannen, we kunnen de aanvullende resomelier niet meer uitbannen. En we krijgen de aaltjes ook niet volledig weg. Waar we de populatie beheerst, maar volledig weg krijgen is moeilijk. Dat is moeilijk. Dus wij blijven in die selectie kiezen voor rassen die resistenties hebben en toch die stijgende lijn maken qua financiële opbrengst. Ja. Want uiteindelijk gaat het voor de boer om het financieel rendement. En als de boer het financieel rendement kan behouden, is dat voor ons absoluut een pluspunt om voor onze producten te kiezen. En de afgelopen 5 jaar is dat in grote mate gelukt. Ja. En Marcel, jullie staan hier natuurlijk hier voornamelijk voor de bietenteelt, denk ik, vandaag? Of, ja. Nou, we hebben 4 strategische gewassen in Nederland, ja. Zowel bieten, mais. Mais hebben we ook, maar dit gebied, voornamelijk autodiet akkerbouwgebied, staan we hier met 4 mensen van de suikerbieten. En we hebben natuurlijk een heel groot nieuw project in de polder, in de Noord-Oostpolder, KWS Potato BV. Dus we zijn actief in aardappelen, mais en bieten zijn ik al, en ook in granen. Ja. En de granen worden in Nederland vertoond door een andere partij. Maar ook in granen hebben wij een behoorlijk productenpakket. Dus deze 4 strategische gewassen zijn voor ons belangrijk. Met name in Nederland zitten we met een marktaandeel van bijna 70% op suikerbieten. Oh, dat is enorm. Ja. Dan ben je echt marktleider. We zijn absoluut marktleider. Met ons. Oké, dankjewel. Ja, goedendag, ik spreek met Anton Bom. En ik ben hier op de open dag van Rusthoeve. CZW in combinatie. En Anton, jij vertegenwoordigt hier het bedrijf Stroeve. En Stroeve was voor mij een onbekende naam, maar het is ook nog niet zo lang op de Nederlandse markt. Nee, wij zijn sinds 1,5 jaar op de Nederlandse markt actief. En wij introduceren op dit moment nieuwe bietenrassen. In zowel de segmenten resomelie als resomelie en bietensestaaltjes. En we hebben ook dit jaar daarvan verkocht. En, ja, want dit jaar zijn er al stroeve rassen uitgezaaid bij de Nederlandse akkerbouw. Ja, er zijn stroeve rassen uitgezaaid bij de Nederlandse akkerbouw. En wat zijn de namen van die rassen? Zijn, in het Rizomanie verhaal hebben we Hannibal. En Hannibal toont zich dat hij heel vroeg is, in zijn suikerhalte, een heel hoog suikerhalte geeft. Combineert met veel blad, waardoor je hele goede grondbedekking hebt. Ja, ja. En met de bietensestaaltjes hebben we Gandhi. En die heeft ook een goede opbrengst met veel suiker. Want wat is de reden dat Stroeve zo lang van de Nederlandse markt afwezig is geweest? Ja, door omstandigheden is dat zo gelopen. En ook omdat heel lang het een vraag was hoe het areaal bieten zich in Nederland zou gaan ontwikkelen. Ja. Maar je ziet dus dat de laatste jaren dat de bietenmarkt in Nederland zich heel sterk heeft gezetteld en is uitgespeeld.
en ook continuïteit laat zien. Dus vandaar dat Struve beslist heeft om ook op de Nederlandse markt te gaan participeren. Ja, want om dan een voet op die markt te krijgen, dan, dat is toch best als nieuweling. Is niet eenvoudig, denk ik. En hebben jullie al behoorlijk wat areaal kunnen uitzaaien? Nou, wij hebben zo na anderhalf jaar op de markt te zijn, hebben wij een aardig areaal ontwikkeld om te beginnen. Maar dat kan nog heel veel groeien en dat hopen wij. Ja. Maar dat is best moeilijk om nieuw in die markt door te breken. En hoe staan de rassen erop op dit moment die van Struve in het veld staan? De Struve-rassen staan er heel goed op. Ondanks de koude omstandigheden laten de Struve-rassen toch zien dat ze daar heel goed tegen kunnen en toch doorgaan in hun ontwikkeling. Dus je ziet dat ze wat verder in ontwikkeling zijn dan de gemiddelde bieten die op dit moment er staan. En ja, je bent hier nou ja, in het mekka van de akkerbouw, zou je kunnen zeggen. Ja, en hoe is de belangstelling van de bezoekers hier voor jullie stand en jullie gewassen? Onze stand en onze gewassen zijn de bezoekers tot op heden heel goed. Er is veel onbekendheid natuurlijk, wordt eraan gevraagd van wie zijn jullie, wat doen jullie. En dus ja, we hebben heel veel aanloop en heel veel vragen erop. En de Struve bedrijf, waar is dat gevestigd in Duitsland? Dus in de buurt van Maagdenburg gevestigd. Seulingen is ons hoofdkantoor. En ja, van daaruit wordt het geleverd. Maar we hebben een aparte BV in Nederland, Struve Nederland BV. Ja, ja. En daarvan opereren wij vanuit Emmeloord. Ah, vanuit Emmeloord. Nou, dankjewel. En ik zou zeggen, veel succes met de ontwikkeling van het areaal hier in Nederland. Hè? Ja, dat hoop ik ook. En doen jullie er veel aan? Gaan jullie er nog een actieve reclamecampagne tegenaan gooien? Ja, en we zijn hier ook heel duidelijk aanwezig met een groot proefveld. En ja, dat hebben we op meerdere plaatsen in Nederland. Waardoor dat we extra aandacht aan onze rassen willen geven. Dankjewel. Ik spreek met Jeroen Geert van de firma Imans. En Jeroen, we zijn hier op de open dag van de rust van de proefboerderij De Rusthoeve. En wat tonen jullie hier vandaag voor nieuws? Nou, we tonen hier vandaag een combinatie van een spitmachine. In de frontaf van deze trekker zit een klepelmaaier. Omdat het gewas wat hier staat voor bierontsmetting normaal gesproken volwassen moet zijn, dus groot moet zijn.
De klepelmaaier die klepelt het gewas in kleine stukjes, zodat het snel verteert als het ware. Dan aan de achterzijde van de trekker is de spitmachine gemonteerd. De spitmachine, je kunt er een beetje in kijken, die mengt het organisch materiaal en de grond door elkaar heen voor een snelle vertering van het organisch materiaal. De harkrol en de gladderrol aan de achterzijde van de spitmachine sluiten de grond luchtdicht af. Het organisch materiaal vormt een gas, wat ervoor zorgt dat je dus een bio-ontsmettingsproces op gang brengt. En na 3 tot 4 weken de grond afgesloten te hebben, kun je dat dan open trekken en dan heb je dus een aaltjesdodende en schimmeldodende werking gekregen. Dus eigenlijk een zeer milieuvriendelijke methode. Ja, deze machine wordt ook normaal gebruikt voor normale ontsmetting, voor natte grondontsmetting met monam, metamsodium. Mm-hmm. En de machine is dus ook heel geschikt voor dit systeem. Nou, met de middelen, de Europese wetgeving zal steeds strenger worden en daardoor zal ook monam misschien op den duur verdwijnen of in ieder geval in minder liters beschikbaar zijn voor de landbouw. En daarom zijn dit soort ontwikkelingen heel interessant. Ja, en wordt het al veel toegepast of is het echt helemaal nieuw? Het is echt nieuw. Ja, het is nieuw. Het wordt wel, er zijn heel veel projecten geweest, mm-hmm. maar nu ook in samenwerking met Limagrijn zijn er heel veel nieuwe ontwikkelingen in te vinden. Het zit hem vooral in het gewas, de techniek is er in ieder geval om grassoorten of allerlei andere gewassen. Dus je moet goed wat massa hebben om het optimale effect van te kunnen verwachten. Juist, en de omstandigheden moeten natuurlijk goed zijn en de plant moet het juiste gas afstoten als het ware om aaltjesdodend en schimmeldodend te zijn. Mm-hmm. En dit is een systeem dat is ontwikkeld door iemand? Wij zijn specialist in grondontsmetting, dus wij bouwen machines die zowel met natte ontsmetting of met biologische ontsmetting kunnen werken. Mm-hmm. Maar de ontwikkeling zit hem veel meer in de plantenwereld. Ja, precies. We gaan even kijken dichter bij de machine. Ja, dat is prima. Achter de machine en ik zie een rol en ik zie de grond aangedrukt. Dat is wat je daarnet even vertelde. Hoe werkt het? Leg het eens uit. Als je in de machine kijkt, de eerste rol, die met die tanden. Dat is een harkrol noemen wij dat. En die wordt op de normale zandgronden gebruikt voor het zaaibedbereiding te maken. Ja. Die zorgt er dus voor dat je als het ware een vlak zaaibed hebt. Mm-hmm. Dat is nodig omdat die gladde rol, die moet de grond helemaal afsluiten. Ja. Dus de harkrol zorgt ervoor dat het mooi vlak is. Mm-hmm. De gladde rol die is aangedreven, die maakt de grond dicht. Juist. Het resultaat wat we hier hebben geboekt is niet zoals wij het graag zien. Het zou helemaal afgesloten moeten zijn, maar dat heeft te maken met de droge omstandigheden van vandaag en de zware grond, 40% afslibbaar, is gewoon lastiger dan bijvoorbeeld zand tot leemgrond. Maar je moet hierbij wel enig geduld opbrengen, hè? Om het proces helemaal tot zijn voltooiing te brengen. Het vergt enige tijd. Vaak is het na de tarwe wordt het gewas gezaaid. Dus je moet in eerste instantie geduld opbrengen dat het gewas voldoende volwassen is om zijn werking te kunnen doen. Mm-hmm. En dan na de bewerking moet het 3 tot 4 weken afgesloten zijn. Ja. En als je daarna nog een bewerking wil doen, dan kom je natuurlijk op een gegeven moment in tijdnood. En die 3 tot 4 weken dat het afgesloten ligt, krijgt onkruid natuurlijk bovenop ook volop de kans. Ja, maar in die tijd van het jaar, oktober, is dat niet meer een probleem. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee. Wat verwachten jullie van het systeem? Nou, ik heb daar goede hoop van. Het systeem werkt, het is milieuvriendelijk. Dus het past op heel veel bedrijven, zal het heel goed passen. Misschien ook wel in een, kijk, je kunt 1 keer in de 5 jaar monam gebruiken. Misschien kun je dat tussendoor dan met biofumigatie werken en daardoor toch een veel beter resultaat krijgen. Ja, precies. Nou, het is een mooie vinding en een mooie idee ook om milieuvriendelijk in te spelen op wat tegenwoordig toch overal nog steeds een hot item is, hè? Ja. Milieuvriendelijk. Ja, nee, maar aaltjes is sowieso een aaltjes en schimmels is een hot item. Ja. En als je dat milieuvriendelijk kunt bestrijden en daardoor betere opbrengsten kunt halen, dan denk ik dat een heel goed systeem is. Nou, dankjewel. Ja, geen dank. Hier de spitas en de spit, hoe noem je dat, bladen? Spitbladen, ja. Dit is dus een snelwisselsysteem, dus je kunt het spitblad wisselen. Mm-hmm. De trekker die rijdt langzaam vooruit en daardoor maakt de spitmachine veel omwentelingen en daardoor wordt het organisch materiaal mooi ingemengd. Yes. Ja, hier zie je er niks van terug omdat we nu te weinig gewas hebben. Ja. Het spitten in het algemeen, neemt dat nog toe of komt daar meer belangstelling voor in plaats van ploegen? Ja, wij krijgen steeds meer belangstelling en wij zijn natuurlijk van oorsprong een fabrikant die op het zand begonnen is. Mm-hmm. Dus wij verkopen sowieso al heel veel machines op het zand.
We hebben nu ook een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de klei, een nieuwe kleispitter ontwikkeld. En ook op de klei komen er steeds meer aanvragen voor onze spitmachines. Ja, want als je in grote lijnen, wat is nou het voordeel van spitten ten opzichte van ploegen? Het voordeel van spitten is dat je organisch materiaal inmengt en het niet wegstopt als het ware, wat je met een ploeg doet. Je rijdt altijd bovenover, je kunt werk gaan combineren en als je een perceel klaar hebt, dan ben je er ook echt klaar mee. Je hoeft nooit terug om het nog verder klaar te maken. Mm-hmm. Ja, en de slijtage van de spitbladen, hoe is het daarmee gesteld? Je kunt stellen dat de slijtkosten per hectare, dus stel dat jij met je ploeg en je rotokopweg op het moment 2 euro of 3 euro of misschien 5 euro slijtkosten per hectare hebt, mm-hmm. dan is dat met de spitmachine sterk vergelijkbaar. Dat zit op één lijn. Ja. Ja, en de kosten van aanschaf van de ploeg in vergelijking met de spitmachine? Als je de werkbreedte dan in vergelijking neemt? Dan zit je met de spitmachine iets duurder. Ja, ja. Maar ja, de restwaarde is hoger en de capaciteit is veel hoger. Mm-hmm. Als je op zand gaat kijken, hebben wij enorme capaciteiten. Maar ook op klei kun je goede capaciteit draaien. Okay. Dan weer de combinatie. Het is op de fronthef zit de klepelmaaier. Ja, dit is dus een combinatie van een klant van ons. Ja. En die heeft dus een combinatie om in de fronthef de klepelmaaier aan te drijven. Dus het gaat in één werkgang gaat dat door. In de fronthef wordt het materiaal geklepeld. Dan rijd je met de trekker eroverheen en de spitmachine mengt aan de achterzijde het materiaal in. Juist. Hebben jullie vandaag nog andere dingen die je gaat tonen hier op de open dag? Ja, we hebben hier nog een nieuwe machine staan. Daar kunnen we misschien even naar kijken. Dat is goed. Ja, je vertelde net dat jullie ook nog met iets anders hier vandaag op de open dag aanwezig zijn. En ik zie dat staat hier op de aanhangwagen. En waar hebben we het dan over? Ja, dan hebben we het over onze nieuwste generatie kleispitmachines. Ja. En deze machine hebben wij gebouwd om een krukaspitmachine te kunnen vervangen. Dus de mensen die nu een krukaspitmachine gebruiken, die kunnen met deze machine gaan werken. Kunnen daarmee hetzelfde resultaat krijgen als wat ze met hun huidige machines hebben. Maar dan met veel minder onderhoud. Aha. Dus met veel minder lagers, met veel minder problemen op onderhoud van die machines. Het is een machine met het nieuwste concept aandrijftechniek dat we nu gebruiken. Dat hebben we vorig jaar op de zandmachines geïntroduceerd. En dat introduceren we dus nu op de kleimachines. Mm. Een zware aandrijving met een Walterscheid en een Reugelberg aandrijflijn. Verschillende typen spitmessen zijn daarin mogelijk. Voor hele natte omstandigheden en voor normale droge omstandigheden. Maar zelfs ook voor zand. Dus als je een bedrijf hebt wat voor een bepaald gedeelte op het zand is en voor een bepaald gedeelte op de klei, dan kun je met deze machine ook uit de voeten. Ja, ja, die is overal inzetbaar nu. Overal inzetbaar, ja. En als we dan even naar de achterkant kunnen gaan kijken. Dan staan we nu aan de achterkant van de machine. En wat valt daarover te vertellen? In het verleden hebben wij altijd spitmachines gebouwd. In combinatie van een spitas met een frees en een pakkenwals. Mm-hmm. Deze machine is zo opgebouwd dat je die modulair op kunt bouwen. Dus het is in principe alleen een spitas met een aandrijfconcept. Doorlopende achterkast aan de achterzijde. En vanaf de achterzijde kunnen wij dus nu een rotorkopweg of een frees of elk gewenst werktuig wat men wil aanbouwen. Het is een normale categorie 2 driepunt. Dus je kunt eigenlijk vanuit die machine verder doorbouwen om je zaaibedbereiding of zaaien of elke combinatie die je maar mogelijk acht te doen. Ja, ja. Nou, deze nieuwe spitmachine is nog niet op dit moment, en we spreken vandaag over 19 juni, nog niet op de markt. Maar ik heb begrepen dat na het bouwvak, ja, dan wordt die... we hebben de planning gemaakt en na de bouwvak gaat die in de productie. Ja. En dan bouwen we zowel in 3 meter als in een 3,5 meter werkbreedte uitvoering. Mm-hmm. Oh, nou, daar zal best veel belangstelling voor zijn, want ja, zo'n multi-inzetbare machine en dan speciaal voor de klei. Ja. Daar zat men op te wachten, denk ik. Dat denken wij ook. En daarmee denken wij inderdaad voor de akkerbouwers die op kleigronden zitten een hele interessante machine aan te kunnen bieden. Ja. Hij staat nu op de aanhanger omdat wij dus met een promotietour bezig zijn bij onze dealerbedrijven. En van daaruit proberen we natuurlijk wat animo voor de machine te krijgen. Nou, dat zal wel lukken, denk ik. Dat denk ik ook. Dankjewel. Goedendag, ik spreek met Ko Franke, adjunct directeur CZAV. En ja, jullie zijn mede-organisator hier van deze open dag vandaag, Ko. En ben je tevreden over het verloop tot op heden? Ja, we zijn hartstikke tevreden vandaag. We zijn mede-organisator samen met de stichting Rusthoeven. En we hadden wat zorg over het weer. Er waren wat voorspellingen van onweer, maar dat verloopt eigenlijk hartstikke mooi. Het is niet warm. Althans, nu nog niet. Het is een mooie temperatuur om de beurs te bezoeken. En de weersvoorspellingen zijn voor de rest van de dag hartstikke goed. En we zien al van vanmorgen en nu dat het hartstikke druk is. Veel belangstelling voor de ploegvelden en de stands die hier staan. Dus ja, daar zijn wij tevreden mensen. Ja, want voor de hoeveelste keer is het nu dat deze open dag wordt georganiseerd? We doen dat sinds 2000. In 2000 zijn we er mee begonnen. Dat was voor de eerste keer. Dus sinds de 13e of 14e keer nu.
Dus ja, het is wel een succesformule. Het is een succesformule, het is laagdrempelig. De velden die liggen in de praktijk. Daar kunnen we grote proeven bekijken. We hebben een slecht weervoorziening in de informatiestand. Ja, iedereen kent nu zo langzamerhand de formule. Voelt zich hier ook thuis als bezoeker. Ook de standhouders voelen zich hier samen met ons thuis. En we maken er met elkaar een hele mooie dag van. Ja, en hoe gaat het met CZAV? Met CZAV gaat het prima. We hebben een hele mooie prijs kunnen betalen voor de graanpool. Die hebben we vorige week bekend kunnen maken. Daar zijn mensen heel erg tevreden over. Dat koppelen ze ook hier terug. We zitten volop met een stuk toegevoegde waarde in de vorm van kennis, vooral op bemesting, bodem vruchtbaarheid, wat erg aanspreekt. En samen met de gewasbeschermingsmiddelenindustrie bieden we hier ook weer een mooi platform. Dus met CZAV gaat het goed. En als je nou kijkt, ondanks het koude, natte voorjaar dat we hebben gehad, hoe is de stand van de gewassen over het algemeen? De stand van de gewassen is over het algemeen verlaten. We zitten zo denk ik tussen de 10 en de 14 dagen later in de fruit, misschien nog wel ietsje later. Maar de groei is er nu wel en iedereen vraagt zich ook af hoe zich dat nou straks verder zal gaan ontwikkelen. Dat weten we natuurlijk ook niet. Nee, maar als je het nou zo bekijkt op dit moment, dan is het geen... reden om grote zorg te hebben. Het is op het moment nog geen reden om grote zorg te hebben. En de mensen zeggen ook allemaal, de telers, van ja, heel veel produceren als alles meeloopt. Dat is voor de prijs niet altijd goed. Dus we hebben goede hoop dat de prijsontwikkeling op basis van de voorspellingen die er nu zijn over de oogst, dat weer zijn werk gaat doen. Maar dat is allemaal nog vroeg, dat moeten we afwachten. Ja, het is nog vroeg. Kijk, de onkruidbestrijding is goed gelukt met af en toe een buik. De ziektedruk en insectendruk is op het moment niet hoog. Misschien is dat voor de handel vervelend. Maar als coöperatie zeggen we, nou ja, die boer die kan op die manier ook wat kosten besparen. En dat is ons ook best. Is CZAV nog groeiend op dit moment al? Ja, wij groeien zeker nog. Wij groeien in ons kernwerkgebied. Daar hebben we al een heel mooi marktaandeel van 60-70% in de hoofdgroepen meststoffen, gewasbescherming en de graan. En we groeien buiten ons werkgebied, zeg maar in Brabant en in Zuid-Holland. Daar groeien we zeker sterk. We hebben ook in onze nieuwe strategie gezegd dat we niet alleen in Zuidwest-Nederland, maar in heel Zuid-Nederland, de provincies, Zuid-Holland, Zeeland en Brabant helemaal willen bedienen. Dus op die manier dijen we wat uit in het werkgebied en daarmee ook in omzet. Nou, dankjewel voor de inlichtingen. Okay. En nog veel succes vandaag. Graag gedaan. Thank you.